De keukentafelgesprekken, zoals ze in de wandeling heten, die worden echt door de gemeente gevoerd. Dat gebeurt door ons team Wegwijs Plus. Wat er aan de hand is met Vughtersteden, dat is dus eigenlijk een voortgangsgesprek en geen keukentafelgesprek. Dus daar is even een verkeerde term gebruikt. Ja. Maar wel die gesprekken waarin bepaald wordt hoeveel zorg en hoe dat aangepakt gaat worden voor die mensen. Hoeveel hulp in de huishouding er nog komt. In het verleden zijn de mensen die nu dat voortgangsgesprek hebben, zijn dus door het team Wegwijs Plus gezien. En die hebben dus een indicatie gekregen voor thuiszorg. Met de aanbieders, zoals onder andere Vughtersteden, IVT en T-zorg in Vught, hebben wij de afspraak gemaakt dat zij dit jaar met de mensen in contact treden. En dat zij met hen kijken hoe gekomen kan worden tot een schoon en leefbaar huis. En dat is inzet, en dat is dus geen keukentafelgesprek, maar gewoon een voortgangsgesprek. Hoe... Ja, want ik kom ook graag thuis in een schoon en leefbaar huis, hè? Dus hoe je inderdaad dat schoon en leefbaar huis met elkaar kunt bewerkstelligen. Ja. Nou is het zo dat er overal flink bezuinigd moest worden, ook in Vught. Jullie hebben er een hoop taken bij gekregen tegelijkertijd. Vindt u dat prettig dat u als gemeente er een hoop taken bij krijgt, een hoop dingen anders moet regelen en tegelijkertijd moet bezuinigen? Er ligt natuurlijk een forse bezuinigingsoperatie vanuit het Rijk is aan ons opgelegd, hè? Zo'n 40%. Dat betekent dat je met elkaar goed moet kijken hoe je het organiseert. Maar Vught heeft heel bewust gekozen om huishoudelijke hulp in stand te houden. Andere gemeenten hebben gedacht van nou dat schaffen we helemaal af, dat is makkelijk wat dat betreft. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om voor die groep mensen die het echt gewoon nodig hebben, die dus kwetsbaar zijn om het in het leven te houden en vol te houden. Ja, dat vraagt natuurlijk wel iets van ons allemaal. Maar dat is ook de grote uitdaging om toch te zorgen dat die mensen inderdaad voort kunnen in dat schone en leefbare huis. Want dat is voor ons het uitgangspunt, het resultaat. En als u nu zo terugkijkt naar bijna een jaar met die nieuwe maatregelen, met die nieuwe manier van werken en ook met die bezuinigingen. Denkt u dan van, goh, dat is goed gegaan of dat had beter gekund? Overal ben ik best wel tevreden, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben ook blij, moet ik ook heel eerlijk zeggen, dat er best wel meldingen nu komen. Want als er meldingen komen, dan kunnen we daar wat mee. Daar kunnen wij als gemeente gewoon op inhaken en kijken wat gaat er nu na dat jaar, het eerste jaar, niet goed, wat gaat er wel goed. En daar kunnen we natuurlijk regie opnemen en dat doen we ook. Want de regie, dat moeten we wel even heel stellig en heel sterk neerzetten. Dat vind ik heel belangrijk. De regie ligt ten alle tijden bij de gemeente. Wij zijn verantwoordelijk voor het beleid wat we in deze voeren.